KNAP Boekhoudpakket. Zo werkt het. Het KNAP Boekhoudpakket is ontwikkeld in samenwerking met DigiBTW. Het is heel eenvoudig te gebruiken en helemaal afgestemd op de behoeften van ZZP'ers. Maar wat kun je er eigenlijk allemaal mee? Je sluit het boekhoudpakket eerst af via de KNAP-app. Daar maak je ook meteen een account aan, waarmee je daarna toegang hebt tot je eigen boekhoudomgeving. In de KNAP-app kun je ook je zakelijke betaal- en spaarrekeningen gratis koppelen aan het pakket. Je transacties worden dan een aantal keer per dag automatisch ingeladen, zodat je administratie up-to-date blijft. Heb je het boekhoudpakket afgesloten, dan kun je inloggen via knap.digibtw.nl of via de KNAP Boekhouden-app. De app download je via de App Store of Google Play. Wanneer je inlogt, kom je uit bij je dashboard. Daar zie je in één oogopslag hoe je bedrijf er financieel voor staat. Via het menu aan de linkerkant heb je toegang tot alle handige functies. Onder facturen vind je een overzicht van al je facturen. Je kunt facturen maken met je eigen logo en huisstijl en een Ideal betaling toevoegen, zodat je klanten snel en gemakkelijk kunnen betalen. Voor die Ideal betaling moet je wel een aparte koppeling maken met Molly, zodat ook deze transacties direct verwerkt worden in je administratie. Bij offertes kun je een offerte maken in je eigen huisstijl en deze direct per e-mail versturen. De ontvanger kan de offerte dan online goedkeuren. Wanneer je zakelijke kosten hebt, zoals bonnetjes of facturen die je van leveranciers ontvangen hebt, kun je deze invoeren onder het kopje kosten. Heb je een papieren bonnetje of inkoopfactuur? Maak er een foto van met je smartphone en upload deze direct naar je eigen inbox. Het is super handig om daar de KNAP Boekhouden-app voor te gebruiken. Je kunt het bonnetje direct in je administratie verwerken of op een ander moment, als dat beter uitkomt. Zoals ik eerder vertelde, kun je je KNAP Boekhoudpakket koppelen aan je betaal- en spaarrekeningen bij KNAP. Al je transacties staan dan automatisch in je boekhoudpakket. Bij bank/kas vind je een overzicht van je geïmporteerde transacties. Het systeem herkent bij welke factuur of bonnetje de transacties horen, zodat je ze snel en eenvoudig kunt verwerken. Onder uren kun je je uren registreren. Bijvoorbeeld voor je eigen administratie, het urencriterium van de Belastingdienst of om deze direct te factureren. Je kunt je uren ook op projectbasis vastleggen. Bij projecten maak je projecten aan met een eigen uurtarief, die je kunt koppelen aan je klanten. Bij ritten houd je eenvoudig de ritten bij. Voor je eigen administratie en reiskostenvergoeding, de Belastingdienst of om kilometers te factureren. Je kan hier ook de afstand berekenen of eerdere ritten kopiëren. Onder het kopje overzichten vind je handige overzichten zoals de winst- en verliesrekening en je balans. Zo kun je altijd zien hoe je onderneming ervoor staat. Je kunt deze gegevens ook makkelijk exporteren naar een Excel-bestand. Is het kwartaal voorbij en ben je klaar voor de BTW-aangifte? Als je al je facturen en bonnetjes hebt ingevoerd, staat je aangifte automatisch klaar onder het kopje BTW en BTW-aangifte. Je kunt je aangifte direct vanuit het KNAP Boekhoudpakket indienen bij de Belastingdienst. Dit is helemaal gratis. Ook je aangifte inkomstenbelasting kun je zelf naar de Belastingdienst versturen vanuit het Boekhoudpakket. Met het slimme aangifteprogramma verwerk je alle gegevens uit je boekhouding in je aangifte. Beantwoord nog een aantal vragen, zodat je ook ziet op welke aftrekposten je recht hebt. Zo profiteer je altijd van optimaal belastingvoordeel. Voor deze module betaal je wel extra. Gelukkig is dat maar één keer per jaar en zo kun je besparen op de kosten van een boekhouder. Heb je wel een boekhouder, dan kun je diegene ook toegang geven tot je KNAP Boekhoudpakket. Al je zakelijke contacten vind je bovenaan onder het kopje Relaties. Werk je veel met iemand samen, dan kun je deze persoon altijd toevoegen of informatie van andere contacten wijzigen. Tot slot vind je onderaan je overige boekingen. In het memoriaal worden incidentele boekingen gemaakt die niet kunnen worden gemaakt via facturen, kosten of bank. Geen zorgen, memoriaal klinkt spannend, maar daarom is er voor de meest voorkomende lastige boekingen een makkelijke wizard beschikbaar. Hopelijk heb je zo een duidelijk beeld van wat je allemaal kan met het KNAP Boekhoudpakket. Heb je het pakket nog niet aangevraagd? In 2 minuten regel je dat via de KNAP-app. De eerste maand is gratis, zodat je op je gemak kunt kijken of het iets voor je is. Heb je een inhoudelijke vraag over het KNAP Boekhoudpakket of heb je hulp nodig bij je start, dan kan je het beste contact opnemen met DigiBTW. Ga daarvoor naar digibtw.nl/contact. Succes met je boekhouding!